Public-Private People Partnership Project moet Bronsweg Plateau duurzaam ontwikkelen. Het Public-Private People Partnership Project van het Bronsweg Plateau moet bijdragen aan duurzame natuurtoerisme in Suriname. Het streven is om 10 maal van het aantal bezoekers van 10.000 per jaar te krijgen. Dat geeft directeur Kenneth Cyrus van de Stichting Natuurbehoud Suriname, Stinasu, aan tijdens de persconferentie op 27 februari 2020. Hierbij is het startsein gegeven voor de openbare inschrijving met het oog op de restauratie en exploitatie van het Bronsweg Plateau middels duurzame natuurtoerisme en gemeenschapsontwikkeling in dat gebied. Dit project valt onder Stinasu, een werkarm van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Het project wordt in samenwerking met Conservation International Suriname gedaan. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.